Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe favoriete. Dit keer de favoriete van mij. Oh, mij is echt zo snel voorbij gegaan. Het is echt gewoon zo'n standaard beauty blogger talk. Maar ik ben in mei naar Disney geweest. Ik ben dus ook bij Sephora geweest. En ik heb allemaal leuke goodies geshopt. Dus als je benieuwd bent wat ik deze maand heel graag heb gebruikt, kijk dan vooral verder. Nou, zoals ik vertelde ben ik dus in Disney geweest voor 4 dagen. Echt 4 hele leuke dagen. Het was super rustig in het park. Dus we hebben niet langer dan een half uur ergens voor de rij gestaan. Echt, ja, top. Normaal gesproken sta je echt overal 2 uur in de rij. Dus nou ja, sowieso mijn like van mij zijn was Disney. En daar heb ik natuurlijk ook wat souvenirtjes gekocht. Vooral voor mijn nichtje, maar voor mezelf heb ik ook nog een leuke mok gekocht. En die gebruik ik nu als lippenstifthouder. Misschien niet zo handig, maar ik moet even verzinnen wat ik ermee ga doen. Dus sowieso is Disney echt mijn ultieme favoriet van mij. Nou, zoals jullie waarschijnlijk op mijn blog hebben gelezen, ben ik dus bij Sephora geweest. Ik ging voor Too Faced, maar helaas hadden ze geen afdeling van Too Faced. Volgens mij hadden ze dat alleen in Parijs. Nou ja, daar was ik net niet. Ik was bij Val d'Europe. Dat is een heel groot winkelcentrum. Daar heb ik wel wat goodies gekocht, want ik heb 4 dingetjes gekocht, maar dat was echt wel duur genoeg. Ik zag wel een hele leuke set van Too Faced. Dit is het Beauty Experts Darling pakketje. En hier zitten 4 minis in, 4 favorieten. Dit is onder andere een bronzer, primer en een mascara en een lipstiftje die ergens nog in de tas zit. Hele leuke producten. Ik ben vooral fan van de bronzer, want die ruikt heerlijk naar chocolade. En de Better Than Sex mascara. Ja, mascara. Ik heb deze echt al heel vaak gezien en hij is echt heel erg goed. Dus dan nog iets waar jullie al een review over hebben kunnen lezen. Misschien niet een van de enthousiaste reviews. Maar dat is gewoon mijn eigen schuld, want ik had een net wat te donker paletje gekocht. Ik had eigenlijk een lichtere kleur, dus de highlighter valt me dan een beetje tegen. Die zie je niet zo goed op mijn huid, omdat die nou, niet zo'n mooie shimmer geeft. De bronzer vind ik wel heel mooi, maar die is vrij donker, dus die moet ik eerst eventjes op mijn hand afvegen. Maar dan voor de rest ben ik heel blij met dit palet hoor. Ik weet nog dat ik in de auto zat en dat ik dit tubertje tevoorschijn haalde. Waarop een vriend van me zei van, hoeveel heb je daar dan voor betaald? Ik zei, ja, 20 euro. Voor dat kleine tubertje? Ja, voor dit kleine tubertje. Dit is de Aqua Brow van Make Up Forever. Hier komt nog een review van. Ik ben echt wel, ja, ik kan nog verklappen dat ik heel erg fan ben dat ik deze sinds ik hem heb echt elke dag heb gebruikt. Nou, dan het pareltje van mijn Sephora aankopen is natuurlijk mijn NARS Audacious lipstift. Ik had zoveel gehoord over deze lipstift. Bethany van BethanyJoy.nl volgens mij, die heeft het erover gehad. Maar ik stond daar bij die counter en dacht, jezus, 30 euro voor een lipstift. Maar ja, hij blijkt dus echt super goed te zijn. Het is met trillende handen heb ik deze een afrekening bij de kassa. Maar ik ben er uiteindelijk super blij mee. Dit is de kleur Anita. Een beetje een stomme Haagse naam. Maar het is echt een hele mooie oud roze. Dan had je in Val d'Europe ook nog een Kiko zitten. En jullie hebben laatst al gezien dat ik heel enthousiast was over de Cream Crush eyeshadows. Dus ik besloot er nog één te kopen. Dit is de kleur 05. En dit is een hele mooie, ja, een beetje, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, taupe zilverachtige kleur. Als jullie het willen, dan ga ik hier nog een review over schrijven. Want ik vind de Cream Crushes echt een aanrader. Dan heb ik ook deze maand een paar favorieten van MAC. Ik neem mee aan een winactie van Manon van Inspired by Life volgens mij. En daar won ik de lipstift No Faux Pas. Als ik het goed uitspreek. Het is een matte kleur en hij komt uit ook een collectie met een hele lastige naam. Waar ik nu niet op kan komen. Het is echt een hele mooie roze kleur. Mat is die. Op mijn blog staat er al een review over. En ja, met een hele simpele ooglook staat deze echt super gaaf. En dan van mijn lieve collega van jou. Die had een aantal oogschaduws en een paintpot die ze niet meer gebruikte. Nou, ik had helemaal nog geen paintpot en oogschaduws van MAC. Dus toen ze vroeg of ik die wilde hebben. Ja, natuurlijk. Dat wil ik wel proberen. Dus ik heb de kleur Satellite Dreams. Dat is een hele mooie paarse kleur. Een hele felle
violet kleur en die heet Violet Trends. En deze is mat. En deze is echt prachtig voor een pop of color in je in de binnenste ooghoek. Ik draag ook alle paarse kleurtjes vandaag. By the way. Dit is Beautiful Iris. Dan twee hele aparte kleurtjes. Dit is Steamy. Beetje een blauw met een beetje een silver metallic effect. Dit is een Frost eyeshadow. En Lucky Green. Dat is ook echt, ja, het lijkt bijna geel, maar echt een hele mooie groene kleur. En deze twee gecombineerd zijn echt prachtig. En welke ik dan helemaal mooi vind om ermee te combineren is deze Paint Pot in Delft. Ja, het is een hele bijzondere metallic-achtig blauwe kleur. En deze vind ik heel mooi om als eyeliner te gebruiken. Dan heb ik nog een heel grappig product. En als jullie Nikki tutorials kijken, dan weten jullie waarschijnlijk al waar het over gaat. Het gaat over de Nivea Men Aftershave Balsam. Ja, waarom denk je, waarom heb je dat nodig? Maar dit schijnt dus echt een hele goede primer te zijn, omdat er glycerin in zit. En glycerin is een van de hoofdbestanddelen van een primer. Ja, hij ruikt wel een beetje naar een mannengeurtje. Maar dat is eigenlijk ook weer zo weggetrokken als je andere make-up erover aanbrengt. En ik moet zeggen dat mijn make-up echt de hele dag mooi blijft zitten. Dus ja, jammer voor mijn stiefvader, maar die heb ik meegejat uit zijn badkamer vandaan. Dan heb ik nog een heerlijk luchtje. Dopje, die ben ik eventjes kwijt. Maar dit is een nieuwe versie van de Heat van Beyoncé. Dit is volgens mij Wild Orchid heet die. Ja, er zit een beetje een kokosgeur in. En hij is toch nog wel kruidig, maar ook wel lekker zoet. Dus lekker voor van de zomer. En deze heb ik bijna heel de maand gedragen. Dan ben ik met mijn moeder gezellig naar de Swan Market geweest. Het is een soort van lifestyle vintage markt. En daar heb ik een paar leuke dingen gekocht en ook gekregen. Dit kettingje heb ik zelf gekocht. Vond ik gewoon heel erg schattig. Was met zo'n marmer effect. En deze was volgens mij 8 euro uit mijn hoofd. Dus ja, dit staat gewoon leuk bij een simpel topje. En toen heb ik van mijn moeder echt een hele mooie ring gehad. Dit is hem. Het is een hele mooie marmerkleurige steen. Hij had ook nog een naam en een speciale betekenis, maar dat ben ik kwijt. Nou, normaal ben ik helemaal niet van de tweedehands, maar soms heb je op zo'n Swan Market wel hele leuke dingetjes. Dus ik liep toevallig zo'n tweedehands kraampje binnen en toen zag ik daar dat ze Levi's shorts hadden. Toen dacht ik, nou daar vraag ze toch nog wel 35 euro voor, maar hij was 12 euro. Ze waren helemaal gewassen, helemaal schoon. Ik denk dat het eerst gewoon een lang mannenmodel is geweest die ze hebben kort geknipt. Maar ik heb dus voor 12 euro een Levi's short weten scoren. Dan waren dit de favorieten van mij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie deze video leuk vonden, vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Neem ook even een kijkje op mijn blog beautifullifestyle.nl. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Bye bye! Dit zijn de favorieten van mij. Genoeg. Ik zag wel een hele leuke kleine set van Too Faced. Dit is het Beauty Experts Darling. Ik zag het ding voor kwasten. Dus sowieso is mij echt mijn ultieme favoriet. Ja.